Goedemorgen, beste mensen. U ziet dat er zich wat wolken samenpakken boven huizen. Wat zegt dat? Nou, volgens mij als enige dat het bewolkt is. En dat is een contrast met een uur geleden toen Jannie en ik hier op ons dakterras hebben ontbeten met een lekker zonnetje. En dan geniet je maar weer van de bijzondere locatie en het mooie weer wat we ook hebben. Een beetje een contrast met de fase waar we nu nog steeds in zitten. Gelukkig heeft u denk ik met mij gezien dat de minister-president een stevige stap heeft aangekondigd. En dat is een compliment aan ons allemaal. We doen het goed en we doen het verantwoord. En ja, dat wordt nog even spannend met de volgende stappen. Maar als we het op deze wijze blijven doordoen, dan gaat dat volgens mij echt de goede richting op. Ook in huizen. Zelf ga ik het grof huisvuil, wat we nog sinds de verhuizing hebben, naar het afvaldepot brengen. Zodat het hier ook wat opgeruimd is. En eens even kijken hoe het daar met de drukte gaat. Tot slot vind ik het ook heel prettig om te horen dat het met de scholen goed gaat. En de mensen die daar hard aan gewerkt hebben, eigenlijk worden beloond door dit vooruitzicht. Van mij even de komende week geen videoboodschappen, omdat Jannie en ik er heerlijk een weekje uitgaan. Dus de volgende boodschap is volgende week woensdag. Ik zou zeggen, geniet van het komend weekend en de dagen. En we spreken elkaar na die tijd.